Voor het transporteren van siku van je siku koeien heb ik hier een tractor met een V-aanhanger in de maat 1x32. Ik laat je in deze video wat details zien. Als eerste de tractor erbij. Dit is een staaier. Bekende uitvoering van siku in de maat 1x32 met de voorlader erbij. Waar je spulletjes vooraf kan laden. Hierboven een cabine die je heel voorzichtig los kunt maken. Het stuur wat je kunt draaien. Die klik je er zo weer op. Hier zelfs met een dakje wat je los kunt zetten als het warm wordt. Aan de achterkant de trekhaak van deze siku-staaier. Waarmee je dus wel spulletjes in de hef kunt doen. Als een aanhanger kunt bevestigen. In deze combinatie zit deze V-aanhanger erbij. Ook weer in dezelfde kleuren. Dat is wel heel erg mooi gedaan. Wit dak. En onder een metalen opbouw. Mooi stevig dus. Waarmee je dus heel veel koeien kunt gaan meenemen. Aan de achterkant een klep waarmee je dus je koeien kunt geladen. Wanneer je zo'n kar in de land hebt staan, kunnen je deze kant de koeien erin lopen. Als je dat gaat doen, moet je natuurlijk wel even je stijlpoten naar beneden zetten. Dat je kar mooi stevig staat, anders gaat het zo wiebelen. Dat is niks. In de voorkant dus het aansluitsysteem. Doen we deze los. Klikken hem zo weer dicht. En bij deze set horen dus ook nog eens een keer zelfs twee koeien. Wil je zelf aan de slag? Met deze leuke combinatie van siku, tractor met veewagen. Klik op het linkje naast, lees er meer over het product en kun je hem gelijk bestellen.